In Firefox CSS zijn er nu nog meer mogelijkheden gekomen om goed met CSS te gaan werken. Dus eigenlijk voor het web. Laten we gaan kijken. Ik heb hier een leeg nieuw Firefox document. En ik ga daarin een knop tekenen. En ik geef deze een leuke plastic stijl. We hebben nog veel meer stijlen. Dus als ik er nog één zou willen tekenen. Ik kan ook eventueel deze kopiëren en plakken of dupliceren. En dan kan ik makkelijk de stijl aanpassen. Dat is wel heel erg. Dan laat ik het even zo doen. En ik heb hier nu eigenlijk twee elementen gekregen die in het hele veld staan. Nou, wat ik zou kunnen doen is alvast mijn canvas wat aanpassen. Zodat alleen mijn knoppen daar nog in passen. En wat ik ga doen, ik ga iedere knop netjes een slice geven. En ook deze krijgt van mij netjes een slice. Voor het gemak geef ik ze wel netjes een naam. Bijvoorbeeld rood. En deze wordt dan in dit geval blauw. En wat ik nu met CSS zou kunnen doen, is wanneer ik een hover effect heb, of dat ik deze afbeelding, deze gehele afbeelding, als achtergrond gebruik voor een div, dat ik dan kan positioneren. Dus de achtergrondafbeelding kan positioneren ten opzichte van die div. Zodat alleen maar blauw of rood zichtbaar is. Nou, dat gebruik of die opzet, dat noem je werken met sprites. En daarvoor heeft Fireworks nu een hele handige methode gekregen. Ik kan namelijk mijn afbeelding gaan exporteren. En bij de exporteermogelijkheden staan nu netjes ook de CSS sprite mogelijkheid. Ik geef nog netjes een naam. En wanneer ik nu de zaak exporteer naar mijn bureaublad, dan krijg ik netjes op mijn bureaublad een PNG'tje. En dat is een 2KB PNG'tje, lekker klein, waarin de slices eigenlijk zijn gepositioneerd. En ik krijg een CSS-bestand, ook lekker klein, waarin alle klassen zijn aangeduid aan de hand van de naam die ik aan de slice heb gegeven. En dat er inderdaad een algemene klas is gekomen om de hele afbeelding achter een element te plaatsen. Het enige wat ik nu nog hoef te doen, is deze klasse toe te kennen aan mijn element, bijvoorbeeld mijn divje. Nou, ik ga dat eens doen in Dreamweaver. Een divje maken van 110 bij 41 en daar deze klasse aan toekennen. Daarvoor ga ik naar Dreamweaver. Ik heb hier een pagina in Dreamweaver. En deze staat in een aparte site. En ik wil graag dat mijn elementen, mijn zaken, in die site komen te staan. Dus ik ga wat kopiëren. Mijn startsite en mijn bureaublad. En ik heb die graag hier en die wil ik ook graag hier hebben. Dit is één van de methoden om dat te doen. Er zijn natuurlijk lege methoden om zaken te kopiëren naar je website. En ik zie dat ik nu netjes alles in mijn website heb zitten. Twee dingen die ik nog nodig heb in mijn webpagina. Ik heb in deze webpagina een div element nodig. Nou, dat kan op allerlei manieren. Laat ik even een absoluut gepositioneerde div nemen. Die kan ik netjes ook overal gaan plaatsen. En die kan ik heel makkelijk een breedte en een hoogte geven. Maar wat ik ook nog moet doen, is deze stylesheet koppelen aan mijn pagina. Dat kan erg eenvoudig via het CSS stijlen menu. Als ik hier een koppeling wil gaan maken, dan kan ik via bladeren. Ik kies even de site route, dan weet ik zeker dat ik goed zit. Oké, en ik heb netjes mijn stijlen gekoppeld aan mijn webpagina. Deze zorgt ervoor dat de achtergrondafbeelding gekoppeld wordt aan deze div. En deze zorgen ieder voor de juiste kleur. Dus ik maak mijn div 110 bij 41 pixels groot. En via een klasse kan ik netjes kiezen welke ik hebben wil. De rode of de blauwe. Daarvoor moet ik meerdere klassen toe. En ook dat is nieuw, apply multiple classes, en ik wil graag daar de blauwe hebben.
En ik zie netjes dat mijn div nu de blauwe heeft gekregen. Lukt dat weer aanpassen? Dat is natuurlijk eigenlijk heel eenvoudig. Ik kies weer Apply Multiple Classes. En ik wil nu graag de rode. En ik krijg netjes de rode afbeelding als achtergrond van mijn div. Omdat het een achtergrondafbeelding is, kan ik nu binnen mijn div nog steeds tekst gaan plaatsen. En afhankelijk van weer verdere opmaakregels kan ik dat netjes centreren, naar beneden stellen en dergelijke allemaal. Eigenlijk een hele eenvoudige manier om met behulp van achtergrondafbeeldingen die door CSS worden aangegeven, maar één afbeelding nodig te hebben voor ja, dit soort kleine dingetjes als knopjes, icoontjes en dergelijke. Dat scheelt weer een hele hoop laadtijd en ook caching tijd. En je kan met CSS dat heel makkelijk aanpassen door meerdere klassen toe te kennen aan zo'n div element. Heel handig dus van Fireworks om dat netjes goed voor te bereiden voor Dreamweaver.